Busje komt zo. Morgen, vrijdag 22 oktober, is er de IPO van Ebusco. En Ebusco is een bedrijf uit Deurne, Brabant. En die maken bussen. Niet zomaar bussen, elektrische bussen. En nou ja, de vraag naar elektrische bussen wordt natuurlijk enorm. Want de bedoeling is dat we over een jaar of wat allemaal in de elektrische bus stappen. Want dat zorgt voor nul uitstoot. En dat is goed voor het klimaat. Nou, best een interessante beursgang, denk ik. We hebben op onze site deaandeelhouder.nl een uitgebreide analyse. Helaas kan de particuliere belegger niet inschrijven. Dus we zullen moeten wachten tot vrijdagochtend 9 uur. Tot de eerste notering een feit is om mee te kunnen doen. Even een paar details. De bandbreedte ligt tussen de 21,5 en 24,5 euro. Er wordt voor 300 miljoen aan nieuwe aandelen uitgegeven. Bestaande aandeelhouders verkopen niks. Dat is op zich een goed teken. Dat betekent dat ze nog wel even willen wachten zelf tot het nog wat meer waard is, denk ik. Market cap was op mikken is dan 1,3 miljard. En ja, het is een bedrijf wat natuurlijk enorm gaat groeien. En daarom willen ze ook extra geld ophalen om mee te kunnen doen aan de enorme hoos aan elektrische bussen die we straks gaan zien in de Europese steden en wellicht wereldwijd. Nou, één dingetje nog, als je op vrijdagochtend denkt, ik wil die aandelen hebben en je legt een ordertje in voor beurs, doe het niet bestens, geef altijd een limiet mee, want je weet nooit wat er gaat gebeuren op zo'n eerste beursdag. Kan heel erg hoog openen of misschien ook laag, maar als er heel veel vraag is naar dit soort aandelen, dan zie je soms bij dit soort aandelen een hele hoge opening en daar zit niemand op te wachten. Dus altijd een limiet ingeven als je die aandelen wil hebben. Nou, en als je wat meer informatie erover zoekt, dus je kan bij ons op de website een uitgebreide analyse daarover lezen. En dat zal je misschien helpen om in het overwegen van je beslissing om de aandelen wel of niet te willen kopen.